Men kan inderdaad, wanneer men gehuwd is, als men dit wenst, zijn huwelijkscontract wijzigen. En dit kan ook wanneer men gehuwd is zonder huwelijkscontract. Dan is men gehuwd onder het wettelijk stelsel, maar ook dan kan het zijn dat echtgenoten een wijziging willen aanbrengen aan dit wettelijk stelsel. In ieder geval is daarvoor een notariële akte vereist. We gaan eigenlijk het onderscheid maken tussen twee soorten wijzigingen. Wijzigingen waarvoor een inventaris van de roerende goederen is vereist en wijzigingen waarvoor geen dergelijke inventaris is vereist. Gaat het om een eenvoudige wijziging van het contract, dus deze waarbij men het bestaansstelsel wenst te behouden, maar elkaar bijvoorbeeld gewoon meer wil toebedelen in geval van overlijden van een van de partners, dan is daarvoor geen boedelbeschrijving vereist. Wanneer is wel een boedelbeschrijving vereist? In ieder geval wanneer een van de echtgenoten daarom verzoekt. Of ook wanneer men wenst over te stappen naar een totaal ander huwelijksvermogenstelsel. Bijvoorbeeld wanneer men wenst over te stappen van een wettelijk stelsel naar een stelsel van scheiding van goederen.